Yo kids, dit is Nola en in deze video ga ik het hebben over een super mainstream onderwerp, maar we gaan het er toch over hebben, de examens. Want hoe graag ik en nog echt iedereen op deze wereld examens zouden willen skippen, het gaat niet. Examens zijn echt vies belangrijk als we willen doorgaan naar het volgende jaar, dus we better learn. Voor YouTubers zijn examens echt de grootste struggles ooit, want wij hebben een uploadschema en we moeten ons daar eigenlijk aan houden voor onze subscribers. En twee keer per week uploaden is leuk en is al moeilijk in gewone schoolweken. Maar bij de examens is dat nog een stukje moeilijker. Maar oké, ik ga vandaag praten over de examens, terwijl je eigenlijk zou kunnen leren voor de examens. Dus je bent eigenlijk nu keihard de tijd aan het verdoen. Maar zo werkt deze wereld niet dat je nu ineens gaat studeren en ook dat zeg. Dus kijk maar gewoon verder naar deze video. We kennen het allemaal. Het moment dat de leerkracht een week of twee weken op voorhand vraagt wie is er al begonnen voor zijn examens. En daarna iedereen in de klas steekt zijn vinger op, behalve jij. Begint het zo een beetje door te dringen dat je eigenlijk echt heel erg dringend moet beginnen studeren. En dan zeggen we, als ik thuis kom, ga ik keihard beginnen studeren. Maar als je dan thuis komt, het enige wat je doet is in je zetel liggen, soms een YouTube-video opnemen. En meer eigenlijk ook niet. Ik weet niet hoe het komt, maar op school zeg ik altijd tegen mezelf, ik ga nu beginnen, ik ga echt heel vroeg voor examens beginnen, maar ik doe het echt nooit. Er zijn mensen van mijn klas die echt zo drie weken op voorhand zijn begonnen. Hoe doen jullie dat? Iedereen zegt zo van, hou je niet op de dag op voorhand, maar meestal ben ik zo het kind dat de dag op voorhand doet. Maar dan heeft u mij u eindelijk kunnen overtuigen om te beginnen leren, omdat het echt wel tijd is. En dan zit je aan uw bureau met uw boeken voor u en is ineens alles interessanter dan wat er voor u ligt. Iedereen kent dit moment. Je bent je examen aan het leren en je hebt zoveel te leren en je ziet zoiets in je cursus en je denkt, maar deze gaan ze toch niet vragen, deze heeft eigenlijk niet zoveel met vak te maken. Dus je leert dat niet. En dan ineens komt je op het examen een vraag over dat ding dat op 10 punten gaat. Echt waar. Shoot me op dat moment, want dat is echt het stomste gevoel tijdens je examen ooit. Je weet dat je het hebt gezien in je cursus, je weet dat je je pagina hebt omgedraaid en het niet hebt gedaan. En dan staat er een vraag op 10 punten over. Zo is er bij ons dus een vraag geweest bij geschiedenis. Jullie kennen misschien wel het overschema, oriënteren, voorbereiden, uitvoeren, ik weet het niet. En bij geschiedenis, wel een HT over redelijk veel pagina's, dus niemand heeft dat overschema geleerd. Want dat hoorde bij een taak van geschiedenis, hoe dat we dat moesten maken, die taak, zo voorbereiden en zo. Dus niemand had zo echt de dingen van overschema geleerd. Dan, we krijgen onze HT. Gaat op 20 punten. Oké, Savan. We beginnen dat in te vullen. Je draait je pagina om. Staat er op de achterkant ineens. Geef het overschema waar elke letter voor staat. En bij elk woord geef je ook nog eens uitleg wat dat betekent. Als je rondkeek in de klas op dat moment, zag je gewoon heel de klas zo naar hun blad kijken. Het overschema, niemand had dat geleerd. Niemand. Mijn HT heeft dat gered. Ik heb daar 3,5 op 4 op gekregen. Dus dat heeft echt mij van een buis gered. Maar dat heeft heel veel mensen van mijn klas heeft dat gewoon een buis gegeven. Bij dat overschema, ik heb dat gewoon maar verslonden over het over. Ja, wat kan dat allemaal betekenen? Ik heb maar neergeflatst. Maar de rest, ja, die wisten dat niet. En ja, die hebben echt gewoon 0 op 4 gekregen. En ja, dan is het al moeilijk om een 16 op 20 te halen. En zeker bij geschiedenis met al die jaartallen en zo. Ik weet dat niet. Het overschema. Het heeft echt niks met geschiedenis te maken. Weet jij wat dat is, het overschema? Ik heb echt geen idee. Oh, my life. Gaat dat nog op 5 punten van de 20? Tuurlijk. Dit was de video. Ik ben Nola. Vergeet niet te subscriben als je nieuw bent. Geef een like. Volg me op sociale media. En dan zie ik jullie terug bij een volgende video. Bye kids! Examen. Ah ja. Kom maar gewoon met uw vliegtuigje voorbij. Plant anders een bom hier op België. Want we hebben nog niet genoeg terreurdreigingen. Doe maar. Verstoor mijn video maar.